Op de website laatjevaccineren.sr staan er tot nu toe 6.232 mensen die zijn gevaccineerd en 17.355 mensen hebben zich geregistreerd voor het vaccin. Bent u nog niet geregistreerd, doe dat nu. Zo alleen kunnen wij met z'n allen eraan werken om ons normale leven weer te leiden. Voor alle informatie omtrent de vaccinatiecampagne vindt u op de websites www.biologiejournaal.com en www.laatjevaccineren.sr. Dit is het COVID-19 Journaal. Vandaag zijn de seniorenburgers van Huize Margriet gevaccineerd tegen COVID-19. Huize Prinses Margriet levert complete, warme en belevingsgerichte zorg dicht bij de cliënt vanuit een christelijke, deskundige en gezonde organisatie. Directeur Letitia Wasberg is aangesteld als directeur en bekleedt deze functie vanaf 2007. We leven als één grote familie met elkaar, geeft de directeur aan. Ieder kent elkaar. Het leven, het is eigenlijk een hele grote familie. We kennen elkaar allemaal. Bij de activiteiten komt iedereen. Iedereen denkt mee, helpt mee. Ik zeg altijd, zolang de mensen dingen zelf kunnen, moet je het ook aan de mensen overlaten. En als ze iets willen organiseren, mogen ze van mij. En ze vragen alleen maar hulp als ik nodig ben. En in deze COVID-tijd komen ze ook met allerlei dingen. Ja, we kunnen niet meer bewegen. Ik wil een groepje die op muziek beweegt, maar dan willen we op YouTube. Dus toevallig hadden we een donatie gehad en we hebben die tv gekocht. De 68-jarige Ingrid Jesrun behoort tot een van de senioren burgers van Huize Prinses Margriet. In gesprek met het COVID-journaal geeft zij aan hoe aangenaam het is om te wonen in het dorp. Leven hier in Margriet. Ik kom al jaren in Margriet en ik dacht altijd als ik ouder word, nooit gedacht dat ik oud zou worden, maar dat ik dan graag in Margriet zou willen wonen vanwege de hele omgeving, de manier waarop ze hier met elkaar omgaan. Kijk, de ene trekt zich terug, maar de andere, in principe gaan we allemaal, je babbelt met iedereen, je haalt iedereen een beetje aan en als er wat is, valt te bespreken, iets waarvan je denkt, dan vul je een formulier in, je geeft het aan op de administratie of aan de directrice en op de technische dienst en er wordt aan gewerkt. Ik word vroeg wakker, maar hier word ik iets later wakker vanwege de rust. En ja, ik geniet gewoon van de dag en ben blij dat ik hier zit en niks moet. Als je je kamer, je appartement of je huisje uitgaat, dan maak je een babbeltje met iedereen. Je gaat eventueel de straat op, je mag gaan en komen. Als je lang weg blijft, dan vragen ze, zoals het hoort, van meld even dat je een paar dagen weg bent. Maar voor de rest, maak je babbeltje, je gaat je boodschappen doen, de mensen lopen hier rond, dus iedereen beweegt op zijn manier. Je zit niet in een gevangenis hier hoor, het is gewoon een dorp, ja de ander zegt een stad, maar omdat ze het zo geweldig vinden. Maar je mag gaan en staan, het enige, je houdt rekening met de COVID-regels. Nu, dan heb je bezoekuurtijden. Ook in Huize Prinses Margriet worden de COVID-maatregelen toegepast. Al bij binnenkomst word je gedesinfecteerd en je temperatuur wordt opgemeten. Ook het dragen van een mond- en neusbedekking is verplicht. Maar natuurlijk in de buitenlucht hoeft dat niet. Ik heb, zoals je ziet, mijn mondkapje bij me. Maar als ik buiten ben, gebruik ik het niet. Want ik vind, je bent in de frisse lucht. En als je dan in de zaal zit of dichtbij, of iemand komt dichtbij je zitten om te babbelen, omdat ze hardhorend is of hij, dan doe je je mondkap op. Maar voor de rest word je gesanitized aan de poort, je temperatuur wordt gemeten. En ze houden zich wel aan de regen. En we hebben hier natuurlijk wel een keer een besmetting gehad. Maar dat kwam niet van een bewoner zelf. Ja, de mensen komen hier werken van buitenaf. En er wordt ook constant aan ons gezegd, als je de straat op gaat, let op dit, let op dat. Weet je, je wordt er constant aan herinnerd van hou rekening met elkaar.
Ook mevrouw Ingrid Jesseren wordt gevaccineerd. Als ik langer wil leven, moet ik mij laten vaccineren. Ik word gevaccineerd, ja. Je hoort heel veel negatieve berichten, maar ja, op iedere medicijn zijn er bijwerkingen. En de ene kan er wel tegen, de andere kan er niet tegen. En als het leven door moet gaan en ik wil dat mijn leven doorgaat, dan word ik gevaccineerd. Ik vind de bewoners hier geweldig, omdat ze velen ook heel erg positief zijn, trots ze dan veel ouder dan mij zijn. Maar gewoon zeggen van, als dit de manier is om ons te beschermen, om weer een beetje back to normal te gaan, nou, dan moet je dat doen. En wie dat niet wil doen, daar heb ik ook alle begrip voor, alle respect voor. Niemand wordt gedwongen. Je bent gewoon, je doet het vrijwillig. Na overleg met je arts, met je familie, met de mensen hier. Weet je, en een beetje zelf nagaan. Met al die negatieve berichten, nee, daar stoor ik me niet aan. De mensen die nog niet gevaccineerd zijn, nou, ik zou gewoon zeggen van, denk er een beetje over na. Het is net als een gele koortsvaccin, een griepprik. Dit is nieuw, dus er is minder tijd ingestoken. Dus dat maakt dat de mensen gaan twijfelen. Maar ik neem aan dat zij die dat gedaan hebben, de wetenschappers, niet de bedoeling hebben om ons iets te geven waarvan we ziek worden of doodgaan. Heel gewoon. Ik was erg zenuwachtig voordat ik vaccineerde. Voordat je dacht, is het zo gepiept. Toen ze zei, ik ben klaar. Nou, ik was verrast en ik keek er aan. Dat is alles. En ik voel me echt heel goed. Ik voel me, ik zeg, ik ben niet verplicht, maar ik voel me verplicht omdat ik straks weer het normaal leven wil hebben. We moeten bij elkaar kunnen komen. We moeten elkaar weer kunnen omhelzen. We kunnen de hand geven. En dat mis ik. En als iedereen gevaccineerd wordt, dan denk ik dat het wel lukt. In heel wat landen is men uit voorzorg gestopt met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin. Mirjam Narendorp is de ondervoorzitter van de Geneesmiddelenregistratiecommissie. Zij geeft aan dat de landen voor 2 weken het proces hebben stopgezet om te onderzoeken als de klachten die zijn binnengekomen het gevolg zijn van het AstraZeneca-vaccin. Sommige landen, niet allemaal, hebben ze de vaccinatie uit voorbehoud voor 2 weken stopgezet. Voor 2 weken. En in die 2 weken willen ze onderzoek doen naar een aantal adverse events, waarvan ze willen nagaan of die een gevolg zijn van de vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin of niet. Dus men weet nog niet, men heeft nog geen enkel verband gevonden, maar men wil gewoon dat heel goed onderzoeken. Een aantal landen hebben dat wel gedaan, andere landen hebben dat niet gedaan. Wij hebben ons gebaseerd als technische adviescommissie
op adviezen die uit verschillende hoeken komen. We kijken naar wat de WHO zegt. De EMA, de European Medicines Agency, die heeft nog geen advies. Die heeft vooralsnog geen advies uitgebracht om te stoppen. We hebben gekeken naar wat de Canadian Thrombosis Society zegt. Dus we hebben naar een aantal wetenschappelijke adviezen gekeken. En we zijn tot het slotsom gekomen dat de benefit outweighs de risk. We hebben een groter voordeel bij doorgaan met vaccinatie dan als we ermee stoppen. En de reden is dat de bijwerkingen of de adverse events waarover men praat, namelijk trombose samen met heel weinig bloedplaatjes, dat die zo weinig voorkomen. We gaven binnen in de studio al aan dat er ongeveer etterlijke miljoenen mensen gevaccineerd zijn. En ze hebben slechts bij 30 mensen of zo dit gevonden. Dus het is een hele kleine hoeveelheid mensen die dit heeft gehad. We weten nog niet zeker of het gerelateerd is. Er is nog geen enkele aanwijzing dat dit gerelateerd is aan de vaccinatie. Sommige landen hebben besloten om te stoppen, om dat onderzoek te doen. En andere landen die zeggen wij stoppen niet. En daaronder heb je bijvoorbeeld Engeland. De European Medicines Agency heeft niet het advies aan de landen gegeven om te stoppen. Dat is hun eigen nationale instelling. En zij hebben natuurlijk het voordeel dat ze nog andere vaccins hebben. Zij hebben bijvoorbeeld in Europa Pfizer, BioNTech, waarmee ze wel door kunnen gaan met vaccinatie. Wij hebben geen ander vaccin klaar liggen om eventueel over te nemen. Maandag jongstleden werden op het terrein van het biologie opnieuw mensen gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin. Directeur Rajesh Ori van het biologie mocht de spits afbeten. Hij werd als eerste gevaccineerd. Ook de topvrouw bij de PAHO en de topman bij UNICEF werden gevaccineerd. Wij maakten voor u de volgende reportage. Vaccinaties hebben honderden miljoenen levens gered op de wereld. We moeten niet twijfelen.
Nee, man. Lijkt als op een mosquito steak. Wat is het beste voor die mensen die nog niet zijn gevaccineerd? Laat je vaccineren, vooral want je moet. Het risico is als je een behoort tot de risicogroepen en loopt COVID op, kan het ernstig verlopen. En vaccinaties kunnen ervoor zorgen dat je beschermd bent en dat je geen ernstige infectie oploopt. Vaccination save lives. COVID-19 is a serious illness, and when you look at the benefits of the vaccine versus the risk of dying from the disease, it's an easy decision for you to be vaccinated. And I think persons should weigh their benefits and their risks and make a decision for themselves. Er is echt niets om bang voor te zijn. Ik denk dat we het allemaal gewoon moeten doen. Vaccineren redt levens. Dat hebben we altijd al gezien. Kinderen vaccineren, baby's vaccineren. Het redt levens. For me, I think it was very important to be vaccinated. Because I know that COVID-19 is a serious illness. It can cause persons to end up in intensive care unit and it can cause death. And we can't predict who will recover and who will not have consequences of the disease. And so I know that these vaccines are safe. They have gone through very stringent regulatory approvals by the highest level, the World Health Organization, the European Medicines Agency. And so I feel confident that these vaccines are safe and that this vaccine will help to save my life. Now that you get vaccinated, does that mean you're safe now? Oh, absolutely not. I only got one dose and I need to get a second dose to have adequate protection. But even with the vaccines, even with two doses of vaccines, we know that there are various variants of concerns. And the vaccines, we do not yet know how well they will protect against transmission of disease. The vaccines are specific to prevent severe illness, hospitalization, and death. And so transmission can still take place. So I will still wear my mouthpiece, I will still wear my mask, I will still keep my physical distance, and I will still continue to consistently wash my hands. Because with those public health measures, this is how I can be sure that I can prevent getting infected from the disease, even though I've been vaccinated. Dat was het weer voor deze aflevering van het COVID-19 Journaal. Ik wens u een fijne voortzetting van uw dag toe en wees u ten alle tijde voorzichtig in alles dat u doet. Tot morgen!